Hey, leuk dat jullie weer kijken. We zijn nu in Amsterdam. Dit is Jael. Hi. En waar gaan we naartoe? Naar... Ik weet de naam niet, maar het is een bankjeveld. In Amsterdam. You too, man. You too. We gaan naar een event, dat heet ACT, ACT. En dat is van welke bank? ASN. Ja. Yes. Die organiseert dit. Ja, ze laten je zien hoe je meer bewuster kan leven. Dat het ook uitmaakt op welke bank je geld staat. Dus daar gaan we nu naartoe. Droomhuisje? Nee, niet. Als mijn bed tegen vast doen. Wat ga je eten? Hoe heet dat? Koude soep. Gazpacho. Met bieten. Met bieten en boekweit, hè? Neem een hap. Gaan we nu eten? Knakwortel. Ja, yeah, knakwortel. 1, 2. Beter dan ik dacht. Ja, hè? Ja, goed gekeurd. Ik ga eerst vertellen over wat wij in de luchtvaart het sneeuwbaleffect noemen. En dat is een beetje om u in een soort mindset te krijgen van mij als vliegtuigbouwkundig ingenieur zeggen continu tegen vechten. En dat is vertellen over waar staan wij nu eigenlijk in de luchtvaart, waar zitten de kansen, waar zitten de onmogelijkheden. Ik ga iets vertellen over elektrische vliegtuigen, iets over alternatieve brandstoffen in de luchtvaart en iets over hoe vliegtuigen in de toekomst eruit zouden kunnen zien en dan een paar conclusies. Goed, we gaan beginnen met het sneeuwbal effect. Ik stel u zich eens voor, u heeft een vliegtuig en om de een of andere reden wilt u 1 kilo extra meer meenemen. 1 kilo extra meer passagier, koffers, vracht, wat even 1 kilo meer. Hoe doe je dat dan? Nou, de vliegtuig is nog niet zo vreselijk moeilijk. Dan heb je als je 1 kilo weer mee opnemen, of je 1 kilo van de grond aftillen. Dat betekent dat je die 1 kilo meer massa die je hebt, 1 kilo meer draagkracht moet maken. Daar zijn wij als vliegtuigbouwkundige ingenieurs heel goed in. De vleugels trouw gevonden. Het is eigenlijk geen probleem om dat zomaar te doen. Wij tillen dat gewoon zo van de grond af 1 kilo. Maar het probleem is, die extra kilo draagkracht, die is niet gratis. Daar betaal je een prijs voor. En die prijs, die is een beetje meer luchtweerstand. Nou, daar kunnen wij ook wel tegen. We hebben er namelijk voor uitgevonden een motor. Dus die motor die moet een beetje meer stuwkracht leveren. Dat betekent dat die motor een beetje groter wordt en dat die ook een beetje meer brandstof nodig heeft. En dan kom je bij het probleem. Die grotere motoren en die beetje meer brandstof betekent een beetje meer massa. En dan gaat een hele loopkant op nieuw draaien. Spray is super goed weer, want helend. Dus ook als je, hij staat vaak naast de brandnetel. En dan kun je, nou ja, als je geprikt bent, ga je gewoon kneuzen tot het sap vrij komt. En dan heb je geen, nou ja, dan duurt het heel even en daarna is het gewoon helemaal over. De WGP zit ook in de pesto die ik vandaag heb gemaakt. Hij is een beetje bitter, maar dat is altijd lekker voor je pesto. In de pesto zitten ook paardenbloemen, paardenbloembladeren. Smalle en brede, dit is de brede WGP en de smalle is heel dun. Er zit in look zonder look, het heeft een beetje een knoflook smaakje. Er zit in 1000 blad en 7 blad.
Zevenblad noemen ze ook wel tuinersverdriet, omdat als je dat eenmaal in je tuin hebt staan, kom je er niet meer vanaf. Pesto maken helpt het beste. Ja. Wat vond je ervan? Ja, het was leuk. Lekker vegan eten. Gratis, ongeveer. En ik moet van bank wisselen. Ja, want je zit nu bij de? ING en ABN. Allebei. Ja. Dus dat is geen goede zaak. Dus als ik thuis ben, moet ik even gaan checken op de, zo'n wijzer. Ja, de eerlijke geldwijzer. Dat. En dan ga je over naar ASN of Triodos, denk ik. Weet ik niet. Ik weet niet welke van de twee het beste is. Maar ja, ze zijn allebei behoorlijk gelijk. Ik heb het ook gecheckt. Misschien één van allebei. Ja. Wat vond je het leukste? De comedian was leuk. Ja, daar heb ik helemaal niks van opgenomen. Maar er was een hele grappige comedian. Ja, zo informatief. En het eten was goed, dus daar was ik blij mee. Ja. Dus nee, ik vond het leuk. Nice. Jammer was die, die krekelburger. Ja, ja, ze hadden krekelburgers. En ijs van Ik snap het concept op zich wel, want het is duurzamer dan vleesburgers van koeien. Dus, en het is natuurlijk een event voor duurzaamheid en dat promoten ze. En ja, wat ik het meest vreemde vond inderdaad was ijs met stamcellen van dieren. Juist. Ja, en dat je dus ook worst kan kopen van een varken. En terwijl je dat worst zit te eten, want het komt van stamcellen uit die varken, kan je dat varken aaien. Ja, en wat een kinderboerderij. Heel raar idee. Maar buiten dat was het leuk. Ja, zeker. Het was leuk, interessant, lekker veel gevroten. Ja, mooi weer. 3 porties falafel. Ja. 2 knakworstels. Knakwortels. Sharp cakes. Dat. Super nice. En nog iets van een niet-vegan tentje, maar ze konden wel vegan ijs. Yeah. Oh ja, die bietensoep. Ja. Klopt, ja. Ik zal thuis nog wat meer uitleggen. Ciao. Bye. Het was een mooie dag vandaag bij het ACT-event van ASN. Heel veel milieubewuste zaken kwamen aan de orde. Je kon een tiny house bezichtigen. Je had heel veel eetentjes waarvan de meeste vegan waren. Er waren ook een aantal lezingen die ik heb bijgewoond. Onder andere over duurzaam vliegen. Heel interessant. Dat gaat over dat ze bezig zijn met synthetische kerosine. Synthetische kerosine schijnt vele malen milieuvriendelijker te zijn dan de reguliere kerosine. Ze zijn ook de vleugels aan het aanpassen, waardoor ze nog aerodynamischer zijn en zuiniger. En de motoren gaan ook groter worden in de komende jaren, waardoor ze door een groter vermogen toch in verhouding minder gaan gebruiken. En in de toekomst zullen er ook hybride vliegtuigen gaan komen. En waarom niet volledig elektrisch? Dat komt omdat daar de techniek nog niet voor is om dat op zo'n grote schaal te doen. En ik heb ook een lezing bijgewoond over mode en kleding. En dat we veel te veel kleding kopen en wat we kopen dat totaal niet mensvriendelijke kleding is. Dat is echt kleding waardoor mensen worden uitgebuit in Bangladesh. Zullen toch mensen aanspreken om minder kleding te kopen en om kleding te kopen die dus eerlijker is. Het was sowieso weer een hele leerzame dag. Jaël die gaat kijken naar welke bank het beste bij haar past en waar haar geld het beste terecht komt. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de ASN bank zijn of Triodos. Die komen toch heel erg met elkaar overeen. En ik ben zelf overgestapt begin dit jaar. Dankzij dit event vorig jaar te hebben bij mogen wonen. En toen dacht ik, bij de Rabobank. Daar wordt geïnvesteerd in onder andere onethische praktijken met mensen. En de bio-FV-industrie wordt echt miljarden geïnvesteerd. Ik wilde niet meer dat mijn geld daarvoor gebruikt werd. Dus ben ik overgestapt uiteindelijk naar de ASN. En overstappen is niet zo heel erg lastig. Dat kan je online best wel makkelijk regelen. Je hebt zelfs een overstapservice. En als je dat aanvinkt en daar je gegevens voor invult, wordt het meeste door de bank zelf geregeld. Alleen de instanties waar je geld van krijgt, daar moet je zelf je bankrekening aanpassen. Zoals bijvoorbeeld je werkgever. Op zich is dat makkelijker dan dat je denkt. En binnen een paar maanden ben je echt helemaal over. Kijk bij welke bank je zit. Ga naar de eerlijke geldwijzer. Vergelijk banken met elkaar. En kies de bank waarvan je denkt, hier komt mijn geld goed terecht. En hier wordt mijn geld goed geïnvesteerd in
zaken die ik belangrijk vind. En ik vond de ASN wel heel erg goed bij me passen, omdat ze als doel hebben om in 2030 door middel van hun investeringen klimaatneutraal te zijn. Maar hun streven is om in 2030 zelfs klimaatpositief te zijn. Dat vond ik zo mooi dat ik dacht van, bij deze bank, daar voelt het wel goed om mijn geld te hebben staan. Vandaar dat ik iedereen zou aanraden om naar de ASN te gaan. Of gewoon naar een andere bank waarvan je denkt, hier wordt mijn geld goed bij geïnvesteerd en hier voel ik mij goed bij. Uiteindelijk draait het er toch om dat we met elkaar aan de slag moeten voor een betere toekomst. En als het alleen al is om je geld ergens te hebben staan, waardoor andere bedrijven daar bewuster mee omgaan, des te beter. Ieder klein beetje helpt. En ik hoop dat deze vlog jou misschien hebt kunnen inspireren om toch een switch te gaan maken. En te denken van, hey, ik ga weg bij de Rabobank, de ING of de ABN AMRO. En ik ga naar een bewustere en betere bank. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie hem informatief vonden. Ik zou zeggen, like mijn video, geef een duimpje als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende. Ciao.